Klinisch chemicus John Codrington noemt het afgelopen COVID-jaar een zeer bewogen jaar. Er is vandaag precies 1 jaar geleden dat Suriname het eerste positief geval registreerde. Codrington zegt dat er voor Suriname veel verbeterpunten zijn. Er is een heleboel gebeurd. Scholen zijn gesloten. Kinderen hebben in principe het hele schoolsysteem, hebben mensen een half schooljaar, zeker 6 tot 7 maanden zijn ze onthouden geweest van goed onderwijs. Men moet zich gaan aanpassen. Computeronderwijs, waar we niet aan gewend waren. Ouders die geen laptops en dingen thuis hadden en geen internet. Bedrijven die gesloten zijn. Seksueel molest wat toegenomen is. Geslachtsziekte, daarvan weten we, hebben we het vermoeden dat daar ook een groter percentage aan mensen in het afgelopen jaar een geslachtsziekte heeft gehad. Tienerzwangerschappen die toegenomen zijn. En natuurlijk de eenzaamheid, de psychosociale zaken, die zijn ook immens. Al met al, een zeer bewogen jaar. Spannend, veel angst soms. Iedereen moest leren, die overheid moest leren. Het volk moest leren om te gaan ermee. De wetenschap moest leren om te gaan ermee. De artsen moesten leren. En ja, we zijn er doorheen gekomen. En we moeten nu dus de lessons learned van deze periode moeten we gaan samenvatten. De specialist is gelukkigerwijs zelf niet door het virus getroffen. Hoewel hij in zijn loopbaan verschillende virussen heeft meegemaakt, heeft COVID-19 hem wel verrast. Als lichtpunt in het donkere COVID-dal zegt Codrington dat hetzelfde cijfer als gevolg van de pandemie toch wel meevalt. We hebben vaker virussen, nieuwe virussen in Suriname gehad. COVID was niet het eerste nieuwe virus. We hebben chikungunya gehad, we hebben dengue gehad, we hebben Zika gehad. Allemaal nieuwe virussen. Maar die virussen hebben ons 4-5 maanden bezig gehouden en waren daarna verdwenen. En ze zijn er misschien nog maar heel laag pitje. Maar ik had zelf als specialist ook verwacht, COVID, daar gaan we 4-5 maanden... doorheen moeten gaan. En dit beestje heeft me wel verrast dat we na een jaar nog steeds praten over COVID. Wat betreft de angst die er was, waren mensen natuurlijk bang en zeiden ook van dit is een ernstige ziekte. Veel mensen gaan eraan dood. We zagen ook de zaken in Nederland, dat verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen, dat je het beeld kreeg dat de helft van de mensen die in zo'n bejaardentehuis leefden, dat ze kwamen te overlijden. Dat zou betekenen dat je dus in een jaar, als je naar de sterftecijfers kijkt van een land, dat in een jaar veel meer mensen dan ten gevolge en door COVID ook zouden komen te overlijden. Dus het percentage aan mensen die komen te overlijden zou hoger moeten zijn. Nou, als we nu terugkijken, dan zien we dat dat best wel meevalt. En dan praat ik gewoon over cijfers, hè? Niet over het gevoelsmatige. En ook in Suriname, als we de sterftecijfers van Suriname bekijken per 1000 inwoners... dan verschilt dat niet van 2019. Aldus klinisch chemicus in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, John Codrington.